Hey Ruud. Hey, hallo. Hey. Dat is best wel indrukwekkend voor die jongens, hè? Zo'n, denk ik ook wel. Een klimmer. Je denkt, oh, speeltuin, we doen even een paar nopjes aan de muur, maar dit is gewoon echt... Dit is het echte werk, hè? Oeh, hoe hoog is dit? Ik denk dat het 15 meter is ongeveer. Het lijkt er echt ontiegelijk hoog. En dan gaan deze ukkies gaan daarop. Die rennen omhoog straks. Wauw. En wat, is, wat doe jij dan in het geheel? Het mooie is dat alles wat die jongens mooi vinden, waar ze tegenaan lopen, wat ze spannend vinden, hoe ze elkaar kunnen helpen. Daar ga ik op een hele speelse manier ga ik met ze in gesprek over. Waardoor ze dan heel snel eigenlijk dingen opsteken en leren. Op een manier die voelt alsof ze gewoon lekker aan het klimmen aan het spelen zijn. En als ik zeg dingen doorhebben zonder dat je het doorhebt, wat versta je daaronder? Eigenlijk is het niet van we gaan zitten en we gaan een coachgesprek hebben, maar het is puur... Ga lekker omhoog omlaag, doe wat je leuk vindt. En als spelende wijs door te bewegen, komt er heel veel in gang. En als je daarop kan reflecteren op een... Zoals? Wat kan je tegenkomen? Als mensen bijvoorbeeld maar tot de helft durven en dan zeg ik wil niet meer. Ja. Dan ga je in gesprek aan hoezo dat is. En als ze dan de volgende keer helemaal omhoog gaan, omdat ze bijvoorbeeld iets meer steun krijgen, dat ze meer gecoacht worden door een vriend van iemand naar rechts, iemand naar links. Ja. En dat heb je daarvoor in gang gezet. En daarna zie je iemand zielsgelukkig naar beneden komen. Ja, want dat is het ook, hè? Die overwinning echt. Ja. En het, dingen blijven ook hangen, letterlijk en figuurlijk. En jij als coach, wat doet het met jou? Ik vind het fantastisch om op zo'n manier bezig te zijn. Dat die jongens gewoon lekker, eigenlijk gewoon lekker aan het klimmen zijn. Ondertussen ziet hun eigen waarde stijgen enzovoort. Ja. En ik vind klimmen heel leuk en ik vind coachen heel leuk, ik vind trainen heel leuk. Ja. Dus als je die combi hebt, dan is het fantastisch. Ja, dan heb je een wereldbaan, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Cool. Ja.